soms wil je even je kantoor uit de buitenlucht in, om je hoofd leeg te maken. Er zijn veel mooie bekende plekken in de natuur in Ede. Vandaag laten we je wat minder bekende plekjes zien om lekker even te wandelen. Ga je mee? Verstopt tussen de bomen van de Sieselt ligt deze prachtige open plek waar je heerlijk kunt struinen. De Edenaren noemen het hier niet voor niets een paradijs. Er staan hier verschillende picknickbanken, dus je kunt lekker even gaan zitten of picknicken als je zin hebt. En je wandelt hier vandaan zo naar de Ginkelse Heide. We zijn hier aan het wandelen bij het fort aan de Buursteeg, een van de grootste en oudste verdedigingswerken van de Gebbelien. Het fort is eind 17e eeuw gebouwd en speelde een hele belangrijke rol in de Tweede Wereldoorlog, met name voor de Duitsers. Er is hier ook een bezoekerscentrum gevestigd waar je de historie van de Gebbelien kunt ervaren. Heerlijk wandelen hier. Kom, we gaan verder. Wij wandelen hier in het natuurgebied Het Binnenveld, eigenlijk op de groene grens. Een prachtig natuurgebied met veel ontwikkeling van nieuwe natuur. Heel makkelijk te bereiken vanaf de bedrijventerreinen rondom Ede. Kom eens kijken. We staan hier op het Wekeromse Zand, een werkelijk prachtig natuurgebied. Een gebied waar je nog echt stuifzand kunt vinden, bijzonder in Europa. De routes zijn mooi aangegeven, dus je kunt niet verdwalen. Wil je echt eens even loskomen? Kom dan eens kijken. Ben je nieuwsgierig geworden naar deze gebieden? Maak eens wat ruimte in je werkdag om te komen genieten. Dan kun je daarna weer fris aan de slag.